Maar nu eerst. Afgelopen weekend maakte de Telegraaf bekend dat de inlichtingendienst AIVD radicale moslims naar een zelf opgezette website heeft gelokt. En iemand die daar direct van alles bij denkt is misdaadauteur Thomas Ros. Ik denk, Thomas, je blijft zitten aan de bar, maar... Ja, altijd, altijd. Ja, de vloek van mijn bestaan. Je favoriete plek, denk ik. Ja. Zullen we meteen met de deur in huis vallen? Ja. Afgelopen zaterdag zagen we dit op het journaal. Inlichting en Veiligheidsdienst AIVD heeft bijna een half jaar een extreem islamitische website gerund. Op de site konden moslims openlijk met elkaar discussiëren en berichten uitwisselen. De dienst wilde met de site radicale moslims lokken en hun gegevens in kaart brengen. De site was een succes, maar moest kort geleden worden gesloten. Bezoekers maakten plannen om andere websites te hacken. En de AIVD had hierdoor in opspraak kunnen komen. Ja, dan is het op het journaal, dan is het waar natuurlijk. Ja, het zal ongetwijfeld zo zijn. Ja? Natuurlijk. Ja? Ja. Jij gelooft dat meteen? Ja, ik vind het eigenlijk raar dat dat nu pas is ontdekt. Het is een oude werkwijze van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de AIVD geheten tegenwoordig. Ja. Niet met websites, maar dat soort lokmiddelen zijn al heel oud. Die zijn al een jaar 50, 60 sinds hun bestaan. Je kijkt er ook bij of je er verstand van hebt. Hoe, kan je een paar voorbeelden geven van die werkwijzes? Nee, maar dat zijn geheime dingen. Nou, okay, nee. Dus een van de mooiste, we horen altijd blunders van de AIVD of de BVD. Je weet misschien dat mijn vader ooit een van de beginners was van die BVD. Wij thuis hebben altijd ontzettend gelachen met de zonen als er weer een blunder bekend werd. De blunders werden altijd bekend natuurlijk. Ja. Dat vond mijn vader eigenlijk wel prima. Succes als je dat kreeg niet hoor. Maar hij vond dat wel een goede... understatement van zo'n dienst is heel goed. Dat is een curve, lach maar om ons. Ja, je bedoelt, van dan is de buitenkant hier en daar een klein blundertje. Precies. En je hebt geen idee van alles wat goed gaat. Van successen weet je niet. Mm-hmm. Maar kan je wat blunders noemen? Nou, wij moesten thuis ontzettend lachen. Maar het is een bekend verhaal, maar misschien voor iedereen. Toen bij een Haagse visboer de wijting verpakt bleek in supergeheime BVD-documenten. En die werden mee naar huis genomen. En dat trekte groot uit in de Haagse Courant, weet ik wat meer goed. Ja. Maar een groot succes van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, zo heette de AIVD hiervoor. Wat hier wel op lijkt, en wat wel succesvol was, was dat de BVD is opgericht min of meer om het communisme te bestrijden, dagen van de Koude Oorlog. Ja. Grote vrees voor de Communistische Partij in Nederland, die ook groot was. Die CPN, in de jaren 60, neem ik aan. Ja, 50, 60. Ja. En dan komen de eerste radicale studentjes al, en OW, OW. Toen heeft de Binnenlandse Veiligheidsdienst een eigen Communistische Partij opgericht, die nog radicaler was dan de CPN. Dat trok de echte linkse radicalinskies aan. Dus niet meer die oude hap van de communisten van Paul de Groot en Stalin en zo. Maar en die was op Peking georiënteerd. Dus BVD'ers plus de echte radicalinskies zijn toen door Mao Zedong ontvangen en in Peking rondleiding gehad. Dat is groot succes. Nooit iemand bekend geworden. Is, ik meen, eind jaren 80 uiteindelijk dan prijsgegeven. Nou, deze website ben ik een klein beetje aan denken. Want dat is natuurlijk een beetje een flauwe afspiegeling ervan. Mag ik zeggen, want er zit 50 jaar tussen. En jij herkent toch de werkwijze. Ja. Maar dan is het in het journaal en dan wordt het stopgezet omdat het een succes wordt eigenlijk. Ik geloof er niks van. Hoe zou dat gegaan kunnen zijn, denk jij? Nee, ik denk de Telegraaf is de krant met waar alle andere kranten jaloers op zijn, met goede, hoe moet ik het noemen, lekkende contacten binnen de AIVD. Want dat weet iedereen, dat heeft de Telegraaf al zo lang. Ja, iedereen kent de namen ongeveer van die twee journalisten, Bart Mos en De Haas, die dat vorig jaar gedaan. Invallen, arrestaties, gedoe. Ja. Dit is gewoon een succesvolle site geweest van de Binnenlandse Veiligheid, van de AIVD, sorry, ik vergis me. Ja. Die zouden ze natuurlijk nooit sluiten als die succesvol is. Ja, want ze zeiden van, nou, er dreigen radicale plannen op die website te ontstaan. Dus dat kunnen we niet hebben, dan stoppen we. Maar daar zijn ze dan toch voor? Precies. Kijk, ze hadden ook via internet vroeger, een jaar of vijf geleden, direct nadat Theo van Gogh vermoord is de Hofstadgroep opgerold in Den Haag. Hele mooi succes van de Binnenlandse Veiligheid. Toen heette die nog zo, sorry. Ja. Wat hadden ze gedaan toen? Ze hadden via internet bepaalde adressen. Ze wisten ook van de mailwisseling van jongens die een huis zochten. Toen heeft de BVD zich voorgedaan als huiseigenaar en die jongens via een huis verhuurd in Den Haag. Heel opgetuigd, zoals dat heet in BVD-kringen. Dus volgeplemd met taps, met camera's. En zo wisten ze van die Hofstadgroep af. Nou, dat zijn de weinige successen. Ja. Maar dan, je zegt van, de Telegraaf is de krant met goede lekker binnen die AIVD. We hebben even gebeld naar de Telegraaf van, zeg, hoe komen jullie aan die informatie? Ja, zullen ze natuurlijk niet letterlijk zeggen. Nee. Maar de journalist in kwestie zei meteen, ik kan überhaupt niks zeggen, want waarschijnlijk word ik nu alweer afgeluisterd. Hoe komt het dat die lekker dan niet eindelijk eens gedicht zijn? Het gaat maar door.
Omdat de AIVD zeer groot is geworden de afgelopen 10 jaar. Het stond bijna stil toen de Berlijnse muur viel. Ze iedereen, wat moet die BVD nou gaan doen, jongens? Dat is, doe ik er maar op. Mm-hmm. De strijd tegen het communisme. Ze zijn echt dolblij geweest met de opkomende, het klinkt wat cynisch, islamterreur. Reken maar dat ze champagne hebben opgetrokken toen 9-11 was. Hoor. Dat vonden ze heerlijk. Ja, want er gebeurt er weer wat. En sinds die tijd is die dienst ontzettend gegroeid. Maar de vaste kern is er. Maar ze doen dat met freelancers. Heel veel freelancers. Als je Marokkaanse radicale groepen wil infiltreren, kun je moeilijk een AIVD-ambtenaar spekzolen erin gooien. Dat kan niet. Die komt het koffiehuis niet binnen. Je moet proberen om, nou is lastig zo'n groep te infiltreren. Maar zover gaat het dus. Infiltratie, niet alleen een onschuldig websiteje. Nee, maar ze natuurlijk. Doen van alles en nog ze wat. Ze zijn heel wijs geworden na de Molukse actie in de jaren 70. Omdat de toenmalige BVD daar niemand in had. Dat hadden ze moeten doen. Dan hadden ze de radicale, het waren van die aardige oude mensen, die Molukkers. Maar wie wist nog van die... Nu was er sprake op de website van de Jihad Hacking Battalion. Dat vind ik dan wel weer zo'n kuifje naam, hoor. Ja. Toen kreeg ik toch weer een lichte glimlach om mijn lippen van... Ja. Nou, serieus zeg. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, geen idee, maar je weet, operaties, ook geheime dienstoperaties... hebben allerlei van dat soort rare namen. Operatie Octopus, Operatie Zeehond, noem maar op en zo. Dus ik vind het niet zo. Nee. Het rare is dat het naïeve mensen zijn aan de andere kant, denk ik. Want ik hoorde dus het gerucht, de AIVD zou dit bewust hebben gelekt. Als afleiding. Dan hebben jullie, dan kunnen ze andere websites blijven exploreren die ze nog hebben. Want niemand weet ook welke website het was. Hè? Nee, er wordt niet gezegd www.kijkersbijons.nl. Jij denkt, want jij bent echt de master of conspiracy in Nederland. Nee, maar de Telegraaf, dat weet iedereen, dat weet je ook. Heeft zulke goede contacten, ongetwijfeld bij een freelancer, een rancuneuze ex-AIVD'er die weer ontslagen is of niet gepakt. En dan gebeurt er tijdens het gesprek met mij iets geks. Jij zegt, de AIVD is een betrouwbare club die goede dingen doet. Ik vind het ook een beetje een knullig verhaal, dit weer. Dan denk ik van, ja, jongens, hoe serieus zou het nou zijn? En toch bekruipt mij het gevoel dat er in Nederland dan heel veel aan de hand is. Maar het is toch ook zo? Ja, kan je mij nog een gevoel dat ik nog rustig kan gaan slapen straks? Maar van de echte grote inlichtingendiensten. Maar de AIVD is echt ook een zeer gewaardeerde inlichtingendienst in de wereld. Mm-hmm. Hè? De CIA, de Mossad werken graag met ons, met de AIVD samen. Ja. De Mossad maakt blunders, vele malen gedaan. CIA hoef ik niet eens te vertellen. Wat er nu aan Russen is opgebracht, terwijl ik toen dacht... hé, dit is helemaal weer Ian Fleming. Russische spionnen in de VS. Maar de AIVD, hoe serieus is het? Heel serieus. Het is een dienst van bijna 2.500-3.000 mensen. Niet alleen islamitische, wat zij dan noemen, terreurorganisaties... die hier een open land, een zeer grote wereldhaven... prachtige technologie, Philips, bedrijfsspionage... wat komt er allemaal binnen uit Oost-Europa in Nederland? Toch? Je praat er al over alsof het boek in je hoofd al groeit. Je hebt al heel veel boeken over conspiracy dingen geschreven. Kan je een paar voorbeelden noemen? Dat zijn alle oude afdelingen. Dat varieert van het Engelandspiel in de oorlog tot... je had het net over Pakistan, hoe die aan de atoombom komt. Dat is een atoomgeleerde, een meneer Kaan, die in Almelo uit Urenco... blunder van de Binnenlandse Veiligheid. Maar dat zit hier voor jou een boek in, zou je zeggen. Ja, maar ik schreef eerst de opvolger van de serie Schavuit van Oranje met veel plezier. Dat moet dan maar. Dan wil ik toch van je horen of ik nog rustig kan gaan slapen... dat de AIVD het onder controle heeft... of dat aan alle kanten radicale moslims de meest vreselijke dingen aan het beramen zijn. Nou, dat denk ik wel. Maar je mag ook niet rustig slapen omdat je je af moet vragen... hoe sterk is de AIVD en wie controleert de AIVD eigenlijk voor ons? Dat doen we in het volgende gesprek. Dat is een moeilijke. Het helpt niet dit, Thomas Ros. Maar ik ben blij dat je er was. Heel goed. Dankjewel.